الأصل الأول، السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك، تسأل من ربك. De eerste vraag, het eerste fundament waarover jij zult worden gevraagd in het graf is: wie is jouw schepper? تقول ربي الله. Dan is jouw antwoord: mijn Heer is Allah Azza wa Jalla. الذي رباني أي خلقني ورزقني. Degene die mij heeft geschapen en voorzien. هذه تربية للظاهر للبدن. Dit geldt, dit is een uiterlijke opvoeding. ثم رباني أي في الباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. تربية للباطن. Vervolgens de innerlijke opvoeding, namelijk het zenden van de boodschappers en het neerdalen van de boeken. فإذا كان الله سبحانه هو الرب هو الخالق والرازق والله لا يمكن أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. Als het zo is dat Allah Azza wa Jalla de schepper is en de voorziener is, dan is het geen enkele, dan is het niet toegestaan om de aanbidding aan anderen toe te schrijven dan Allah Azza wa Jalla. En daarom is het niet toegestaan om wat dan ook toe te schrijven aan aanbiddingen aan een ander dan Allah. Degene die iets van een aanbidding toeschrijft aan een ander dan Allah is een pure polytheïst, een ongelovige. Houdt dit in dat wij hiermee mensen willen verketteren? Nee. نريد بهذا الكلام أن نحذر ونحذر إخواننا من الشرك. النصح للمسلمين. Wij willen hiermee de mensen adviseren, de moslims adviseren en waarschuwen en verduidelijken. أما تكفير الأشخاص، الحكم على الأشخاص، الحكم فلان كافر، فلان مبتدع، هذا ليس لنا، هذا لكبار العلماء للقضاة الشرعيين والله أعلم. Wat betreft het oordelen vellen over andere mensen of zij een niet-moslim zijn of een innovator, dan is dit een zaak wat niet voor ons weggelegd is, maar slechts voor de grote onder de geleerden.